De regering en coalitiefracties zijn op dinsdag 16 mei in het perscentrum van het kabinet van de president bij elkaar gekomen om met elkaar van gedachten te wisselen over de ontwikkelingsrichting van Suriname. Bij dit moment waren ook aanwezig vice-president Ronnie Brunswijk, districtscommissarissen, departementsdirecteuren en andere regeringsfunctionarissen. President Santokki, die zich over diverse onderwerpen heeft uitgelaten, heeft voornamelijk het accent gelegd op macro-economische vraagstukken, het fiscale beleid, het IMF-programma, capaciteitsversterking, maatregelen om de samenleving te beschermen en integriteitskwesties. Nou, het is altijd goed. Twee zaken. Eén is, laten we zeggen, perceptie die er leeft in die samenleving over uit te voeren beleid, hoe kijkt men ernaar en daarover te praten en te kijken dat die perceptie niet nadelig werkt voor het beleid, voor de uitvoering. En tweede is inhoudelijk zaken wat vanuit die samenleving, wat in die samenleving leeft, om daarin gestalte aan te geven. In de uitvoering. En daar zijn tal van zaken besproken. Is zeker kwesties met betrekking tot laten we zeggen, kiesregeling, het traject, kwesties met betrekking tot belastingen, BTW aanscherpen, dat de middelen wel aangehaald worden, maar ook kwesties van grondrechten, dat issues spelen. Dus al met al heel wat maatschappelijke vraagstukken die toch een breder draagvlak vanuit de leiding, dus niet alleen de politieke top, maar ook vanuit de overheid nodig, waarvoor draagvlak nodig is. Nou kijk, wij hebben in dit land een politiek partijenstelsel. Dus laten we zeggen, je wordt geen parlementariër als je geen deel uitmaakt van een politieke partij. Je kan je pas kandidaat stellen als je een partij stelt je kandidaat. Vroeger hadden we dat systeem van individuele personen. Dus wat er is dat politici dan de verkiezingen ingaan, zaken voorhouden aan die samenleving. Er is een soort commitment vanuit die samenleving en de politici. Maar in de uitvoering zie je dat het vaak ambtenaren zijn of ministeries dan, die dan daar buiten gaan. Of in de zin van dat het niet synchroon loopt. En daar moet er verandering in komen, denk ik. En dat is die betrokkenheid van politici, zodat die zaken synchroon lopen en niet uit de maat dat wat voorgehouden is aan die samenleving, maar ministeries andere dingen doen. Gewoon additioneel en een korte vraag. Is er rust binnen de coalitie? Nou, natuurlijk moet er rust zijn. En ik ben blij dat zij die, laten we zeggen, een beetje onrust hebben, voor een beetje onrust hebben gezorgd, zelf aangeven dat het niet goed is. Nou, men noemt het pijnlijke maatregelen, maar het zijn noodzakelijke maatregelen die genomen moeten worden om uiteindelijk het land of de economie van het land in een bepaalde balans te brengen. En een balans dat je hebt van nodig, zodat uiteindelijk de economie nou broeien en ook toe alibi makandra, nog dusdanig in een verval, dat noem maar alibi moren. En ik denk dat Nassan een regering die zie, of een coalitie die zie, of een president, ik probeer voor City. Gedurende de afgelopen 2 jaar. Het is misschien niet gelukt, al dusdanig. Dat, hier en daar is het, was het wel misschien een beetje takasane mooi, maar uiteindelijk is het takasane van Dongwe Baka. Maar zo ja, ben ik dat je de regering voetier in een congres aan de in een bepaalde kunstje. Dan inhoof in Barningen. Je gaat niet populairder van worden. Uiteindelijk moet je blijven keuzes blijven maken en je keuzes blijven evalueren. En zoals de president dat nu heeft voorgenomen om zeg maar, een evaluatie te doen of een nationale dialoog zeg maar, die pad op te gaan, is het allemaal in de zin dat hij eigenlijk uiteindelijk een iets wil vormen
dat elke Surinamer eigenlijk ondersteunt. En in die richting gaat het. En de ABOP, nou, vanuit de ABOP zien we uiteindelijk dat het mogelijk is dat we meer beter met elkaar moeten samenwerken. En dat we het beleid niet moeten gaan verder versplinteren. Maar dat we gewoon gefocust, minister en zijn team en de verantwoordelijke Sandina aan ministerie, aan minister HR en Skoro. En aan mijn rapporteer kon aan president. Maar als hij praat, dat commissie zit, dat hij dan als hij morgen broeien. En dan is het niet meer te overzien.